Deze schaatsenrijdster is Sabine Becker. In 1980, tijdens de Olympische Spelen van Lake Placid, won zij zilver op de 3 kilometer en brons op de 1500 meter voor de DDR. Dit weekend maakte Becker in Groningen haar rentrée, nu in de West-Duitse ploeg. Sabine Becker, ze is zangpedagoge, keerde in de herfst van 86 niet naar haar land terug toen ze op een toeristenvisum in West-Berlijn op bezoek was. Het afgelopen weekend zag ze voor het eerst weer landgenoten. Een gekke gewaarwording. Nou ja, recht ongewoond. Man war sehr aufgeregt, nach so vielen Jahren wieder international zu starten. Auch für ein anderes Land und die ganzen Umstände, die belasten einen natürlich ganz schön. Tegen de zin van de Oost-Duitse schaatsbestuurders stopte Becker met schaatsen en koos voor een muziekstudie. En dat is haar niet in dank afgenomen. Alle medewerking in die muzikale keuze ontbrak. De Olympische medailles brachten meer na dan voordelen. En daarom koos ze voor een toekomst in het Westen. Sicher, man hat seine Gründe dafür und ich möchte es auch nicht irgendwie aufbauschen oder so. Ich habe meine Gründe dafür gehabt und habe eben gesagt, okay, du fängst noch mal was Neues an. Und so war es dann halt. Wie denkt dat die nieuwe keuze van Sabine Becker een makkelijke was, heeft het mis. De overgang naar het Westen viel niet mee. Het is niet leicht, wie manche denken, dat man in het Westen gaat en zegt, de goldene Westen, en daar gibt's alles en man hat alles. Het eerste jaar was schon sehr schwer. Man musste erst sehen, dass man Arbeit bekommt en irgendwie sich wieder, also neu Fuß fest, weil man ist ja mit nichts hat man da gestanden. Nu Becker in de muziek is afgestudeerd, schaatst ze weer, voor haar lol. Haar coach is Kees Broekman, de eerste Nederlandse Europese schaatskampioen. En volgens hem heeft Becker nog wat DDR-trekjes. In Oost-Duitsland is de hele sport zeer gedisciplineerd. Dus er zit veel discipline achter. En dat merk je bij Sabine ook erg. Dat met trainingsprogramma's uitvoeren en zo, dat is bij haar helemaal geen probleem. Wat bij die andere meisjes af en toe wel eens anders, een beetje anders eruit ziet. En die Oost-Duitse discipline helpt Sabine Becker, die trouwens ook nog wel wat verschillen ziet tussen Oost en West. Es gibt schon Unterschiede, ja. Aber das graue Osten gut, okay, ein bisschen mehr Farbe wäre schon schöner, aber das kann man auch nicht, dazu ist das Gespräch viel zu kurz, um zu sagen, das ist da gut und das ist da besser. Jedes Land hat seine Marken sozusagen, wie auch jeder Mensch, ja. Ze wil niet te veel zeggen, Sabine Becker, maar ze bleef natuurlijk niet voor niets in het Westen. Schaatsen is voor haar bijzaak en dat is het niet voor Christa Luding-Rotenburger hier rechts. Want schaatsen is in de DDR hoofdzaak. We werden gefördert, also es gibt bei uns Sportschulen und so. Und dort werden die Kinder gesichtet. Und wer eben gerne sich sportlich betätigen will, der kann das. Und wer das nicht will, der braucht das nicht. Christa Rotenburger won in Calgary op de Olympische Winterspelen een gouden medaille en op de zomerspelen in Seoul een zilveren. En je zou dus verwachten dat zij, in het land waar sport zo belangrijk is, veel voordelen aan die medailles heeft gehad. Het tegendeel is waar. Nee, voordelen had man daardoor niet. Ik heb ook natuurlijk een beroep en ik maak mijn studium genau wie die anderen. Ik brauche natuurlijk daar einige jaren länger en ansonsten moet ik genau das gleiche doen wie andere mensen. Man sagt, jemals, man bekommt ein größeres Haus, man bekommt einen Wagen. Nein, so ist das nicht. En per saldo rest Rotenburger niets meer dan een paar medailles en de wetenschap de eer van de Oost-Duitse heilstaat hoog gehouden te hebben. Een conclusie die bondscoach Egbert van het Oever onderschrijft. Ik denk maar ook dat daar geen winkeltjes te openen zijn en geen promotionele werkzaamheden te doen zijn. Die zijn er niet. Waar? Nou, die zijn hier wel. En ik denk dat daar een groot stuk verschil in ligt.